FEMA, een van de grootste vrouwenorganisaties in Vlaanderen, is al sinds jaren in menig dorp, stad of gemeente actief. Zo ook in Geelholven. Rachel, het is een speciale avond voor FEMA Holven. Wat vieren jullie vandaag? Wij vieren vandaag ons 65-jarig bestaan. Wij vieren eigenlijk 65 jaar KAV en een overgang naar FEMA. Bij een jubileumviering hoort een sfeervolle entourage, speeches, bedankingsmomenten en uiteraard een feestmaaltijd. Hier speciaal geserveerd door leden van KWB Holven. Al heel wat jaren actief. Wat drijft u om toch nog bezig te blijven? Eigenlijk geeft dat een heel goed gevoel van in groep samen te werken. En ja, ik heb waarschijnlijk in mij een drijfveer om toch mij in te zetten in een sociale organisatie. Vooral voor de vrouwenbeweging. Ik vind dat het heel belangrijk is dat vrouwen zich organiseren. Want een vrouw alleen op zich kan eigenlijk niks doen. En als zij georganiseerd is, kunnen zij toch heel wat meer acties doen. En dat is toch altijd leuk. Een erg leuk initiatief van FEMA was de wildbreiactie die 2 maanden lang het straatbeeld in Holven kleurde.